ben tot nu toe meestal ben ik niet zo gespannen voor de koers, maar voor Vlaanderen en nu ook weer toch wel een beetje zenuwachtig. Blijft een bijzondere, hè, deze? Ja, het blijft gewoon speciaal en bijzonder, dus ja, mooi, hè. Tom Lezer, hoe was jouw Parijs-Roubaix 2011? Ja, heel goed. Alleen ook heel veel pech. Dus ik heb in totaal 4 keer lek gereden. De eerste keer 3 stroken voor het bos, dus ik moest al redelijk wat capriolen uithalen om terug te komen. Ja, daarna reed ik lek in de kopgroep, denk ik, op 40 kilometer van het einde. Toen reed ik lek in de groep met Cancellara en Fletcher toen we erachter zaten. En toen reed ik nog een keer lek toen ik terugkwam bij het opdraaien van strook 4, zeg maar, dus Monza en Pavel. En dat was al... Dat was eentje te veel. Dat was voor mij al... Ja, zeker 1 te veel, ja. Dus wel, ja, ben natuurlijk blij dat ik zo goed was, maar ook wel teleurgesteld dat ik, als ik niet lekker rijd, waarschijnlijk gewoon top 15, misschien wel top 10. Als je ziet, dan ben ik wel een beetje teleurgesteld, hè. Beetje dubbel gevoel. Beetje dubbel gevoel, ja. Nou, al echt super dat Maat de derde wordt. Dus, we gaan toch wel, feestje vieren vanavond, hoor. Ja, dankjewel.